In de zendtijd voor Telia kunt u kijken naar les 9 uit de cursus Ruimtevaart. Welkom bij les 9 van de Telia-cursus Ruimtevaart. Ik ben hier in het laboratorium voor stralenaandrijving, het beroemde Jet Propulsion Laboratory van NASA in Pasadena. En het is misschien wel een beetje gek dat we in de Verenigde Staten zijn om een inleiding te maken voor een programma wat gaat over de Nederlandse ruimtevaart. Toch hebben we bewust deze locatie gekozen omdat dit kantoor werkt aan het Nederlandse project de IRAS, de infrarood astronomische satelliet. De IRAS wordt wel de tweede Nederlandse satelliet genoemd, maar in wezen is het een samenwerkingsproject tussen de Verenigde Staten en Nederland met een kleine deelname van Engeland. En hier ziet u aan de muren ook de verschillende ontwerpen die er zijn geweest voor IRAS. En dit is een modelletje van die infrarode satelliet met twee grote zonnepanelen erop en dan een heel grote kijker, dus een infrarood telescoop. In deze 9e uitzending zullen we uitgebreid ingaan op dat IRAS-project. Verder zullen we in deze uitzending, en dat is het grootste deel van het programma, ingaan op de ANS, de astronomische Nederlandse satelliet. We zullen filmmateriaal laten zien van de voorbereidingen voor het project, van de bouw van de satelliet en van de lancering. We zullen u die momenten opnieuw mee laten beleven. Maar we zullen ook laten zien wat er nu uit dat ANS-project is gekomen. En verder kunt u verwachten dat we in dit programma iets zullen zeggen over de totale rol van Nederland in de ruimtevaart, over het belang van ruimtevaart voor Nederland en over de rol die Nederland misschien in de toekomst in de ruimtevaart gaat spelen. Dit alles dus in de komende aflevering, les 9 van de cursus Ruimtevaart. Nederland krijgt een eigen satelliet. Het contract voor de ANS-satelliet werd door de toenmalige minister van Economische Zaken, meester Nelissen, ondertekend en namens de Nederlandse industrie door Fokker en Philips. Dat waren de twee bedrijven die het grootste belang zouden hebben bij de bouw van een eigen Nederlandse kunstmaan. Toen er was beslist dat Nederland een satelliet zou krijgen, werd er eerst een studie gemaakt. In een groot aantal deelrapporten werden de resultaten van die voorstudie vastgelegd. Tot in de kleinste details werd uitgewerkt hoe dat zo'n kunstmaan eruit zou kunnen zien. De ANS moest een kunstmaan worden die astronomisch werk ging doen. Dat betekende dat het in feite een kijker was die in een baan om de aarde gebracht zou worden. De ANS moest metingen gaan doen aan sterren. Hij moest vooral metingen gaan doen in stralingsgebieden die op aarde niet bestudeerd kunnen worden. Stralingen die worden tegengehouden door de atmosfeer. Sterren moesten bekeken worden in röntgenlicht en in ultraviolet licht. En de bedoeling daarbij was vooral dat er gekeken zou worden naar de geboorte van sterren, zoals in dit soort wolken. Dat er gekeken zou worden naar energie-explosies, naar uitbarstingen, naar het begin en het einde van het leven van sterren. Het waren astronomen van de universiteiten in Utrecht en Groningen die zich met het Nederlandse gedeelte van het onderzoek bezighielden. Daarnaast waren er Amerikanen die ook een experiment op de Nederlandse satelliet zouden krijgen. Na de voorstudie ontstond er een definitief model. En toen kon men beginnen met de uitvoering van de verschillende onderdelen. Een heel belangrijk onderdeel was deze boordcomputer. Het was een heel kleine computer die bestond uit verschillende segmenten. Hij zou gebouwd worden door Philips.
De vraag was om een computer te maken met een bepaalde capaciteit, die echter binnen een bepaald gewicht en binnen een bepaald volume zou blijven. Zo'n computer bestond er op dat moment nog niet. De nieuwe computer mocht slechts 7,7 kilogram wegen en een vermogen verbruiken van 8 watt. Toen de verschillende onderdelen van de ans klaar waren, werden ze samengevoegd. Voor dat samenvoegen werd zelfs speciaal gereedschap ontworpen. Op geen enkele manier mochten de onderdelen, die intussen waren geconstrueerd, worden beschadigd. Ten einde te voorkomen dat er stof bij de verschillende onderdelen zou komen, werd er gewerkt in een stofvrije ruimte. Hier zien we het aanbrengen van een sensor. Een sensor is bedoeld om de positie van een satelliet te bepalen en om daarna de stand van de satelliet in de ruimte te gaan regelen. Ook zo'n sensor wordt op de satelliet aangebracht en hij tast dan in de ruimte af naar bepaalde objecten. In het algemeen vinden we in een sensor, hier wordt de beschermkap weggenomen, dus een draaiend onderdeel. Zo'n onderdeel kan bijvoorbeeld kijken waar de zon staat. Op aarde moet natuurlijk worden getest of deze sensor werkt. Dat betekent dat we in het laboratorium de vlucht moeten gaan nabootsen. We moeten een kunstzon gaan maken om te kijken of de sensor op de goede manier hierop reageert. Ieder onderdeel wordt geverifieerd in draaiboeken die hiervoor zijn gemaakt. En als dan inderdaad het onderdeel is aangebracht, wordt het afgestempeld. Voor de test worden nieuwe installaties gebouwd. Men moet zeker weten dat als de satelliet één keer in de ruimte is gebracht, er een feilloze werking is gegarandeerd. Hier een tweede sensor. Een computer gaat nu de vlucht simuleren. Men geeft de satelliet informatie die hij later in een baan om de aarde zal krijgen. Een kunstzon gaat aan en uit. En er wordt gekeken of inderdaad de sensor de plaats van die kunstzon, de lichtbron in het laboratorium, kan vinden. De bouw van satellieten zorgt in Nederland ook voor een stuk werkgelegenheid. De twee meest betrokken bedrijven, Fokker en Hollandse Signaal Antennes, hebben ook op dit moment plaats voor technici, goed geschoolde technici die in de ruimtevaart kunnen gaan werken. Hier ziet u het soort werkzaamheden wat zij gaan uitvoeren. Er worden beschermkappen om de satelliet aangebracht. De satelliet wordt afgesloten. En als dat is gebeurd, moet de buitenwand nog worden bekleed. Deze beschermkap zal na de lancering weer worden verwijderd. De satelliet wordt in de ruimte blootgesteld aan hoge en lage temperaturen. Er moet een temperatuurevenwicht komen. En daarom worden er vele lagen folie om de buitenkant van de satelliet aangebracht. Het folie wordt met speciale pennen bevestigd. En de verschillende pennen zijn genummerd om te voorkomen dat er per ongeluk één pen vergeten zou worden. Aan de buitenkant vinden we één folie wat gemaakt is van kapton en wat met een dun laagje goud is bedekt. Op die manier wordt het zonlicht wat niet gewenst is geweerd en er wordt gegarandeerd dat de satelliet altijd op de goede temperatuur zal blijven. Het folie wordt nog geperforeerd om meegevoerde lucht te laten ontsnappen. En dan worden er antennes aangebracht. 4 sprietvormige antennes op de onderkant van de satelliet die voor het contact met de aarde zullen zorgen. 1 zonnepaneel zit erop. En opnieuw moet er worden getest. Er zal nu aan de bovenkant de plaats waar de instrumenten naar buiten kijken, de openingen die de astronomen gebruiken om de waarnemingen te doen. En dan het testen van het afstoten van een beschermkap. Er worden een groot aantal opnamen gemaakt op 1 negatief. Het deksel wordt afgestoten en er moet worden bekeken of dat goed is gebeurd. Dat wordt geverifieerd met een apart soort foto.
En hier zien we dat het inderdaad correct is gebeurd. In de ruimte valt niets te vrezen. Het beschermdeksel zal goed functioneren. De satelliet moet worden verpakt. Hij moet trillingsvrij worden opgeborgen. En na deze test gaat hij op weg naar de lancering. Dit is ESTEC in Noordwijk. Een geweldig transport is er nodig. Maar liefst 30.000 kilogram hulpapparatuur wordt meegevoerd om een kunstmijntje van maar iets meer dan 100 kilo naar de ruimte te gaan brengen. Vrachtwagens vol op weg naar Schiphol, vanwaar verscheping per luchtpost naar de Verenigde Staten zal plaatsvinden. Er zal een speciale chartervlucht worden gemaakt om de ANS met de reserveonderdelen en de testapparatuur naar de Verenigde Staten te brengen. Op 5 pallets wordt de hele last aangevoerd. Een Boeing 707 staat klaar om het transport naar de Verenigde Staten te realiseren. In één vlucht zal alles worden meegenomen. En het laatste wat dan werkelijk aan boord gaat, is de ANS zelf. De eerste vlucht van de ANS wordt dus gemaakt in een vliegtuig. De Nederlandse satelliet gaat op weg van Amsterdam via IJsland en Groenland naar de Western Test Range. De Western Test Range is een basis van de Amerikanen aan de kust. De landing vindt plaats in de avond. In de Verenigde Staten wordt de hele lading weer uitgeladen. De ANS zal overigens niet meteen worden gelanceerd. Eerst moet een raket komen. Hier zien we de vierde en derde en tweede trap. Het transport vindt plaats na de lanceerbasis en daarna vindt een test van de ANS plaats. Hier wordt het draaien getest, want het type raket dat wordt gebruikt zorgt ervoor dat de ANS hevig draaiend in de ruimte komt en de kunstmaan moet daartegen bestand zijn. Op monitoren wordt de testprocedure gevolgd. De ANS wordt vluchtwaardig bevonden. Dan wordt de ANS gemonteerd op de vierde trap van de raket. De Nederlandse vlag op de neuskegel van een raket. De voorbereidingen voor de lancering worden nu getroffen. Op Western Test Range staat iedereen klaar. Het vluchtleidingscentrum is gevestigd in de Duitse plaats Darmstadt. In Darmstadt is het Europese Centrum voor Operaties van Ruimtevaartuigen, ESOC. De vluchtleiders in Darmstadt zijn voor het grootste deel Nederlanders. Ze zijn geleverd door ons Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in Amsterdam. Santiago, Darmstadt Network. Santiago? Roger, stand by. I'll advise you as soon as I've checked. 3, 2, 1, mark. T-minus 2. Santiago, Darmstadt Network. Your data flow test looks good at this time. You're ready to launch. Roger. Roger. Roger, you're now configured for data with Santiago, and the station is ready for your briefing. Arm circuits, make sure everything's working. Remember, we've got 12 hours of hard work ahead of us. We have a green light from the range. High speed recorder's on. TM receiving is go. All systems report, launch, go. Second stage propulsion, go. Second stage, go. Spacecraft, here you go. Spacecraft, go. Roger.
Mechanical systems go. Fuel system go. RCO reports clear to launch. Roger, you in possession of the BBM Dayton Group 29er, Slant Power 1119er Zulu. High speed recorders on. TM receiving is go. All systems report. Launch is go. 5, 4, 3, 2, 1. Gaat hier gejuich op het raket met antwoorden succesvol gelanceerd. Zo ziet het er tenminste op dit moment uit. En de raket bevindt zich nu ongeveer 41 kilometer in zuidelijke richting. De eerste trap is gestoten. Dat was hier zichtbaar. In de richting van de Zuidpool. Het gewicht is nu van 21.600 kilogram naar 8.750 kilogram teruggelopen. De snelheid is 1370 meter per seconde. Steeds zichtbaar op de monitor. Succesvolle lancering. En dat was 30 augustus 1974. De lancering van de ANS was geslaagd, maar toch ook niet helemaal geslaagd. De ANS moest terechtkomen in een cirkelvormige baan op 500 kilometer boven de aarde. Maar de volgstations wezen er al spoedig op dat niet precies die baan was bereikt. De ANS zat in een ellipsvormige baan met een laagste punt van 260 kilometer boven de aarde en een hoogste punt van 1160 kilometer. Desondanks kon het meetprogramma voor het grootste deel worden afgewerkt en de ANS bracht de Nederlandse astronomie een aantal keren in de internationale publiciteit. De ANS ontdekte gigantische energie-explosies in bolvormige sterhopen. De ANS ontdekte ook dat de temperatuur op jonge sterren vaak veel hoger is dan werd verwacht. Tienduizenden graden hoger dan astronomen tot nu toe hadden aangenomen. De sterrenkundigen over de hele wereld waren enthousiast over de resultaten die die kleine, maar zeer geavanceerde Nederlandse kunstmaan overzijnde naar de vluchtleiders, de Nederlandse vluchtleiders in Darmstadt in Duitsland. De ANS zou blijven werken tot 14 juni 1977. Na bijna 3 jaar verbrandde de ANS in de atmosfeer van de aarde. De eerste Nederlandse satelliet was zo aan haar einde gekomen. Aan de opvolger van de ANS, de IRAS, werd al gewerkt. Nu even naar het ballonprogramma. Dit zijn beelden van de aarde, genomen met een camera vanuit een opstijgende raket en hier het opblazen van een ballon in de ruimte. Aan deze ballon, de Echo, deed Nederland niet mee. Maar Nederland deed mee aan dit soort ballonprojecten. De stratoscoopprojecten en andere stratosfeerballonnen. Met behulp van een heel grote ballon wordt een pakket instrumenten, die in een gondel zijn aangebracht, opgetild tot enkele tientallen kilometers hoogte. Op die hoogte kan men weer sterren gaan bestuderen, omdat er meer stralingen zichtbaar zijn dan vanaf de aarde bekeken kunnen worden. Nederland heeft een grote naam opgebouwd op het gebied van het onderzoek van het heelal met instrumenten die met behulp van een ballon werden opgetild. De IRAS is de opvolger van de ANS. Deze kunstmaan is op het ogenblik in aanbouw. IRAS betekent infrarood astronomische satelliet. De IRAS is een heel grote kunstmaan. Ze zal worden gebouwd in samenwerking met de Amerikanen. Het is dus geen zuiver Nederlands, maar meer een Nederlands-Amerikaans project. De lancering van de IRAS moet in 1981 plaatsvinden. De constructie van de IRAS geeft de Nederlandse ruimtevaartindustrie opnieuw de kans om ervaring op te doen. En door deze ervaring krijgt de Nederlandse industrie opdrachten. Opdrachten die weer werkgelegenheid betekenen en die een stimulering van de Nederlandse economie betekenen. Nederland heeft een grote naam gekregen op het gebied van het bouwen en ontwerpen van onderdelen van raketten en satellieten. Hier testen van de IRAS, dat gebeurt bij ESTEC in Noordwijk.
In Noordwijk zijn grote kamers gebouwd waarin omstandigheden die in de ruimte heersen gesimuleerd kunnen worden. Men kan de temperatuur en de straling uit de ruimte nabootsen en op die manier kan worden bekeken of inderdaad zo'n satelliet bestand is tegen de omstandigheden in de ruimte. De IRAS is een satelliet die bedoeld is om infrarode straling te meten. Infrarode straling is in feite warmtestraling. Om te voorkomen dat de satelliet wat van zijn eigen straling meet, is er daarom een geweldig koelsysteem aangebracht. Een koelsysteem wat de hele kunstmaan zal koelen tot een temperatuur van zo'n 270 graden onder het vriespunt. De IRAS zal vooral de ontwikkeling van sterren weer gaan bekijken. De IRAS zal ook kijken naar de ruimte tussen de sterren. En de IRAS zal opnieuw de naam die Nederland heeft in de wereld als bouwer van satellieten opvijzelen. Die naam hebben we ook gekregen door mee te werken aan raketprojecten. Dit zijn beelden van het Ariane-project. Ariane is een Europese raket. Hier een bak waarin een complete trap van een Ariane-raket is aangebracht en die daarna gebruikt wordt voor verscheping van de raket. In het Ariane-project heeft Frankrijk een meerderheidsaandeel, maar Fokker op Schiphol bouwt voor bijna 40 miljoen gulden de verbindingsstukken tussen de eerste en de tweede trap en tussen de tweede en de derde trap. Meer Europese projecten, dit is de OTS, de Orbital Test Satellite. Het is een communicatiesatelliet die gebouwd werd door de Europese ruimteorganisatie ESA. Op ESA komen we in de volgende uitzending uitgebreid terug. De eerste lancering van een OTS mislukte. De raket ontplofte terwijl de lancering 54 seconden geleden had plaatsgevonden. Beelden van die mislukking op 30 september 1977. Maar Europa bleef niet bij de pakken neerzitten. Er kwam een tweede satelliet. En na deze teleurstellende krantenberichten kon op 12 mei 1978 de OTS-2 in een baan om de aarde worden gebracht. Nu lukte het wel. De OTS-2 zou in een baan om de aarde perfect gaan functioneren. Met deze experimentele telecommunicatiesatelliet doet ook de Nederlandse PTT mee. Men beproeft onder meer verbindingen voor telefoon over heel lange afstanden. Bijvoorbeeld telefoongesprekken tussen Nederland en Italië die met behulp van zo'n OTS gevoerd kunnen worden. De OTS is ook een voorloper voor bijvoorbeeld de televisiesatelliet. Op dit ogenblik werkt Nederland mee aan het zogenaamde ELSAT-project. De ELSAT beoogt een experimentele televisiesatelliet die in 1984 gevolgd kan worden door een operationele televisiesatelliet. Al deze kunstmanen komen op deze manier in een baan om de aarde. Ze worden eerst in een heel langgerekte, ellipvormige baan gebracht. Vanuit deze elliptische baan moet dan de beroemde geostationaire baan worden bereikt. Dat betekent een baan die de kunstmaan stil laat hangen ten opzichte van de aarde. Op het hoogste punt van de baan moet er daarom een motor gaan werken. Dat gebeurt hier. Als die motor heeft gewerkt, is de baan cirkelvormig geworden en 36.000 kilometer hoog. De satelliet draait nu even hard om de aarde als de aarde zelf ronddraait, vanuit de ruimte gaan verzorgen. De signalen die de satelliet uitzendt worden ontvangen door grondstations op de aarde. Het gebied waar ze worden ontvangen kunnen we met een grote vlek aangeven. In die vlek kunnen antennes worden opgesteld. Dat zijn grote antennes als die signalen vrij zwak zijn. En dan zullen de antennes maar op een paar plaatsen staan. Maar als de signalen sterker zijn, kunnen we kleinere antennes gebruiken. En dat betekent dat er ook veel meer van die grondstations geplaatst kunnen worden. Die situatie krijgen we bij de televisiesatellieten. Dan zal iedere kijker thuis zijn eigen antenne kunnen hebben. Of natuurlijk een centrale antenneinrichting met één antenne. We zullen dan op heel veel plaatsen binnen die bundel puntjes kunnen krijgen waar antennes staan die zijn gericht op de satelliet. De toekomst van de communicatiesatellieten is briljant.
En Nederland hoopt met zijn eigen geavanceerde industrie iets mee te pikken van die ontwikkeling. Nederland hoopt een deel van die satellieten en onderdelen voor die satellieten te kunnen leveren door nu ervaring op te bouwen met de constructie hiervan. Nog een Europees project waar Nederland aan meedoet is Space Lab, een ruimtelaboratorium. Het ruimtelaboratorium Space Lab zal naar verwachting in april 1982 in een baan om de aarde worden gebracht. In Space Lab zijn verschillende instrumenten opgesteld. Die instrumenten kunnen overigens van vlucht tot vlucht verschillen. Space Lab is in feite een laboratorium dat berekend is op een heel groot aantal zeer verschillende vluchten. Voor iedere vlucht wordt bekeken welke instrumenten en welke computers bijvoorbeeld er in het laboratorium aangebracht moeten worden. In dat laboratorium zelf kan de mens normaal werken. Er is een atmosfeer, maar er is wel gewichtloosheid. Een andere mogelijkheid is om aan de buitenkant van Space Lab een open pallet te gaan maken. Op dat open pallet kunnen instrumenten worden opgesteld die juist bij afwezigheid van een atmosfeer moeten werken. Zoals telescopen die de sterren moeten bekijken, die stralingen moeten onderzoeken die juist door lucht worden tegengehouden. Vaak zal in Space Lab het open pallet zijn gecombineerd met het gesloten segment. In de Amerikaanse ruimteveerboot Space Shuttle wordt Space Lab naar de ruimte gebracht. In de ruimte wordt verschillende soorten onderzoek gedaan. Onderzoek bijvoorbeeld ten behoeve van de communicatie. Maar ook onderzoek om de atmosfeer te bekijken. Dit zijn beelden daarvan. Verder is er onderzoek naar activiteiten op de zon, waarvan dit beelden zijn. Er is ook onderzoek naar de aarde zelf. Natuurlijke rijkdommen van de aarde. Luchtverontreiniging en waterverontreiniging. Er kan ook materiaalonderzoek worden gedaan. Na een vlucht van een week of vier wordt Space Lab weer opgeborgen en wordt de terugreis naar de aarde aanvaard. Space Lab kan overigens voor 100 vluchten worden gebruikt. Als de Space Shuttle de atmosfeer van de aarde binnenkomt, werkt de hele onderkant als een soort hitteschild. Daarna vindt er een vliegtuigachtige landing plaats op Cape Canaveral. Daar wordt dan de hele lading vervangen door een nieuwe lading. En ongeveer 2 weken later kan Space Lab een nieuwe vlucht gaan maken. Het instrumentarium uit het vorige Space Lab is verwijderd. Het nieuwe instrumentarium stond intussen te wachten op Cape Canaveral. Het wordt weer in de ruim van Space Lab geschoven. En opnieuw is er een ruimtelaboratorium klaar voor een vlucht van enkele weken in een baan om de aarde. Er zullen ook Nederlanders komen die zo'n Space Lab in de ruimte gaan bedienen. Die experimenten in de ruimte gaan uitvoeren. En de Nederlander Wubbo Ockels is de eerste die is geselecteerd voor dit soort experimenten. Ockels hoopt in april 1982 zo'n vlucht te maken. Fokker op Schiphol maakt ook onderdelen. Het airlock bijvoorbeeld, de luchtsluis die u hier ziet en die op Space Lab gebruikt gaat worden.